Het vak lichamelijke opvoeding op de basisschool stimuleert kinderen onvoldoende tot actief blijven bewegen. Dit blijkt uit het onderzoek van Renushke Siwraj, die de titel van Master of Science in onderwijskunde behaalde bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Donderdag presenteerde zij haar afstudeeronderzoek in het IGSR-gebouw. De wetenschapper stelt dat kinderen in districten fysiek meer actief zijn dan kinderen in de stad. Het Nationaal NCD STEPS-onderzoek Suriname wijst dat ongeveer 60% van de vrouwen en 50% van de mannen overgewicht en obese zijn. Een ander recent FitKids-onderzoek gedaan naar de fysieke fitheid en fysieke activiteit van basisschoolkinderen die in het binnenland en in de stad wonen, heeft uitgewezen dat de binnenstad schoolkinderen meer fysieke activiteit hebben dan de stadskinderen. De basisschoolkinderen van de stad hebben meer een sedentair leefstijl. Het onderzoek van Siwraj heeft ook uitgewezen dat 1 op de 10 kinderen nooit buiten speelt. Ze benadrukt dat kinderen op de basisschool niet genoeg bewegen. En door schoolkinderen binnen het basisonderwijs meer te stimuleren tot bewegen, kan er in het begin van de jeugdjaren al een stevige basis gelegd worden voor een actieve, gezonde leefstijl en het belang van bewegen bijgebracht worden. Dus daarom is er gefocust binnen het vak LO, binnen het basisonderwijs, omdat daar eigenlijk de start is. Eigenlijk de fundament, de fundering is eigenlijk om verder te gaan. Siwraj zegt dat het doel van haar onderzoek was om na te gaan hoe wetenschappelijke inzichten worden gevolgd bij het uitstippelen van beleid.